Goed, dames en heren, we gaan beginnen. Welkom bij de eerste beta break van het nieuwe jaar. Vandaag houden we het thema dicht bij huis. Het gaat over ons eigen Science Park. En over innovatie en valorisatie op dit Science Park. We hebben drie onwijs leuke sprekers gevonden waarmee we gaan praten vandaag. Die gaan we zo even verder aan jullie voorstellen. Misschien goed om onszelf even voor te stellen. Mijn naam is Chris en naast me staat Evita. Wij studeren hier allebei natuurkunde en we zullen deze sessie presenteren. Het wordt gefilmd, dus mocht je nou nog een stukje missen of het later ooit willen terugkijken, geen zorgen, dat kan gewoon. Via www.betabreak.nl. En het is ook leuk als jullie zelf willen meepraten of een opmerking hebben, een vraag willen stellen, dan kan dat. Steek even je hand omhoog, dan komen wij langs met een microfoon en dan kun je die vraag stellen. Oké, laten we dan maar beginnen. We zijn hier nu op wat vroeger het wetenschapscentrum Watergraaf Meer heette. Maar dat heeft nu de fancy naam het Science Park gekregen. En we vragen ons eigenlijk af waarom. We werken hier met 10.000 wetenschappers, studenten, ondernemers, start-ups, bedrijven. Het zit hier allemaal. En we vragen ons af, is het Science Park nu een innovatiehub binnen Amsterdam geworden? Hoe zit dat eigenlijk met die initiatieven? Wat betekent dat voor de wetenschap? En waarom moet het eigenlijk allemaal rondom een universiteit? Waarom mogen wij hier niet gewoon fundamentele wetenschap bedrijven? Valorisatie is bij ons nog een beladen woord. Maar dat is bij de sprekers misschien anders. Naast ons zitten Leo Leduc, directeur van Science and Business op het Amsterdam Science Park. Mirjam Leloux, directeur van Innovation Exchange Amsterdam. En naast haar zit Marinus Wisselink. Hij is company secretary bij Tata Steel. Dat sinds eind januari een vestiging op het Science Park heeft. Leo, ik wilde eigenlijk bij jou beginnen. Als directeur van Science and Business op het Amsterdam Science Park ben jij eigenlijk effectief de chef van het Science Park. Jij bent ook initiatiefnemer van de campagne Connecting Boundless Minds. En een mooi symbool daarvan is de Connectable. De veelkleurige picknicktafels die jullie misschien her en der op het Science Park hebben zien staan. Hoe gaat het met de Connectables, Leo? Het gaat met Connectables. Kunnen jullie maar goed horen. Ja, de Connectables zijn inderdaad een idee van onze corporate communicatiecampagne. Ik ben pas sinds februari vorig jaar in dienst gekomen, zeg ik gelijk bij. Dus Watergraafs Meer en alles wat hiervoor gebeurd is in het Science Park is van mijn voorgangers. Dus daar sta ik op hun schouders. Toen ik hier kwam waren er interviews geweest met heel veel onderzoekers, mensen uit het bedrijfsleven en studenten. En dat bureau wat het onderzoek deed, vond het zo toepasselijk dat iedereen die ze interviewde een twinkel in die eye had en vol passie sprak over hun werk, hun studie of hun bedrijf hier. En iedereen ook heel erg creatief bezig is. Mensen zijn echt, denken buiten de box. En wij hadden ze gevraagd dat samen te vatten in één thema waarmee je als Science Park naar buiten kan treden. En toen kwamen zij met Connecting Boundless Minds. En wij vonden het heel goed, want het gaat erom om jullie allemaal te verbinden. De onderzoekers onderling, de ondernemers ook onderling, dat ze meer contact hebben met elkaar. De studenten, maar vooral ook de drie O's samen. En dan Science Park weer met de buitenwereld. Dus daar zat het connecting in. En boundless zijn jullie eigenlijk allemaal grensverleggend bezig. En briljante minds. En wij vroegen bij hoe... We willen niet alleen verhalen. Hoe kan je dat fysiek uitdrukken? En zo zijn ze op de Connectable gekomen. Want een Connectable is natuurlijk eerlijk gezegd niks anders dan een veredelde picknicktafel. Ik zeg dat één keer. Maar het is een Connectable in de kleur van het Science Park. En hij heet Connectable omdat als je aan zo'n tafel gaat zitten ben je allemaal gelijk. Of je nou de president van Amerika bent, of je Rutte bent, of iemand die hier dingen loopt schoon te maken. Aan de tafel zijn we allemaal gelijk. Kom je in gesprek met elkaar. En dat sprak ons heel erg aan. En bovendien kan je ze dus, omdat het blad een vorm heeft van een puzzelstukje, kan je ze letterlijk aan elkaar zetten. We hebben er nou 10 gekocht. We willen er eigenlijk nog veel meer over het trein verspreid zetten. En het idee is ook dat jullie ze vooral bij elkaar halen op het moment dat je een event hebt. Een sportdag hebt, heb ik al gezien. Een barbecue hebt, met Flux Festival is dat gelukt. En aan de overkant bij MBO staat er nou een eerste bochtdeel. Want het idee is ook dat je ze allemaal veel meer kan laten slingeren door het Science Park. Dat het echt een iconische connectable wordt. Dus daar sparen we nog voor. Gaaf. Mirjam, jij bent de directeur van deze vestiging van het Innovation Exchange Amsterdam. Ik wilde heel veel vragen aan het publiek. Wie heeft gehoord van het ICSA, het Innovation Exchange Amsterdam? Ja, ik zie de afdeling van het ICSA zijn hand opsteken, heel goed.
Nee, er waren ook andere mensen die een hand opstaan. Ja, ik zag het. Maar jullie kantoor zit hier, ja. Precies hieronder. En kun je kort uitleggen wat Ixa doet en misschien ook heel kort alvast aanstippen waarom jullie hier onder de trap zitten? Nou, Ixa is een samenwerkingsverband van kennistransferorganisaties van een aantal kennisinstellingen in Amsterdam. Dus de VU en de HVA, of de HVA en de UvA, de VU, VUMC en het AMC. En wij hebben 20 mensen die zich bezighouden met 3 dingen. Het eerste is subsidie, ondersteuning. Dus alle onderzoekers die op zoek zijn naar subsidie van NWO of van de EU, die kunnen zich door onze subsidieadviseurs laten bijstaan. Ik denk dat wij voor de hele universiteit meer dan 60 miljoen aan geld helpen genereren. Dat is ontzettend veel geld. Het tweede wat wij doen is dat wij helpen bij het aangaan van samenwerkingen met bedrijven. Dus het is heel belangrijk dat onderzoekers af en toe geconfronteerd worden met vragen uit bedrijven die ze met hun kennis kunnen oplossen. Dat noem je ook wel valorisatie. Hè? Dus de kennis die hier wordt opgebouwd, die wil je heel graag ook maatschappelijk tot waarde laten komen. En dat uit zich dan onder andere in het doen van samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven. Nou, Tata Steel zit hier naast me, is een van die, daar kan hij ongetwijfeld wat meer over vertellen. En de derde activiteit die wij doen is dat wij onderzoekers die zeggen, hey, ik heb een heel gaaf idee en ik zou eigenlijk wel een eigen bedrijfje daarin willen oprichten. Wij helpen die onderzoekers verder om dat bedrijfje op te richten. We hebben daarvoor financieringsinstrumenten. Dus we kunnen een stukje geld geven in het begin om dat idee verder uit te werken. En we geven ook coachingsprogramma's. En dat doen we samen met Venture Lab. En dat is een organisatie die hier ook nauw met de universiteit verbonden is. Dus dat is de eerste vraag. Wat is wat wij doen? En wat was je tweede vraag? Waarom zitten jullie hier onder aan de trap? Nou, we hebben een beetje gezworven. Hè. We zijn hier, ik denk al sinds een jaar of 8 of 9 bestaan wij. Ik zelf zit hier nu 1,5 jaar als directeur. Maar we bestaan al 1 jaar of 8. En we zijn eigenlijk begonnen volgens mij in het Maagdenhuis als onderdeel van academische zaken. Maar toen kwam op een gegeven moment, toen zeiden ze in het Maagdenhuis, ja, we willen eigenlijk dat stafdiensten, dat moeten alleen maar mensen zijn die alleen maar dingen bedenken en niet dingen doen. En wij bleken allemaal dingen te doen, hè, want wij hielpen met subsidievoorstellen en zo. Dus daar wordt vooral dus nagedacht. En wij moesten dus ergens anders naartoe. En toen hebben we eerst een tijdje hier op het Science Park gezeten. En waarom was dat zo? Ja, omdat we heel veel doen voor de beta-wetenschappers. Dus er zijn ontzettend veel beta-wetenschappers natuurlijk op het Science Park. En eerst zaten we dus ergens in een van de Matrix-gebouwen. En volgens mij sinds 1 jaar of 3, 4 zitten we hier onder de trap. En dat is heel erg leuk, want we zitten gewoon in het hart van de beta-wetenschap. Marinus, ook jullie zijn hier naartoe gekomen. Niet vanuit het Maagdenhuis weliswaar, maar vanuit wat verder in het land. Tata Steel heeft een vestiging geopend eind januari. Waarom hebben jullie gekozen voor het Science Park? Ja, wij komen inderdaad niet uit het Maagdenhuis. Wij zijn die rokende schoorstenen aan zee. Dus als je naar het strand gaat en je denkt, wat rookt daar? Dat zijn wij. Mijn kinderen noemen het altijd de wolkenfabriek waar ik werk. Waarom hebben we gekozen voor het Science Park? Dat is eigenlijk over 2 sporen gelopen. Wij zitten als Tata Steel in de Amsterdam Economic Board. En de Amsterdam Economic Board wil de innovatie in de metropoolregio Amsterdam stimuleren. En dat wil ze stimuleren door de samenwerking te versterken tussen de ondernemers en het onderwijs. En via die band zijn we in contact gekomen met Mirjam en met Leo. En organiseren wij 5 keer per jaar, 6 keer per jaar bijeenkomsten hier op het Science Park. Om de band te versterken tussen ondernemers in de maakindustrie en de kennis en de valorisatie van die kennis die hier op het Science Park is. En dat heeft ons ook wel doen inzien dat hier ontzettend veel kennis is. Dat hier heel veel kennis is die wij niet hebben. Wij zijn een staalbedrijf, we hebben een enorme grote afdeling research. We werken ongeveer 350 man. Daar doen we behoorlijk fundamenteel onderzoek, maar uiteindelijk allemaal voor procesinnovatie en productinnovatie. Waar wij minder goed in zijn is, dat heet dan tegenwoordig disruptive dingen. Dat zijn dingen die een beetje anders zijn. We zijn een groot bedrijf, in zekere zin zijn we een bureaucratisch bedrijf. En de kracht van het Science Park is dat hier alles kan. Je kan hier iets beginnen, al dan niet met de steun van Mirjam. En falen en ervan leren. En het is allemaal behoorlijk lean en mean. En er is hier verdacht veel kennis aanwezig
waarvan je op het eerste hand denkt, wat moet dat in godsnaam met staal maken van doen hebben. Maar als je er eventjes goed over nadenkt, en dat hebben we gedaan, want daar zijn we er goed in, valt hier heel veel te halen. En dat heeft bij ons geleid tot het openen van een vestiging. Er is hier gewoon heel veel te halen aan kennis, aan wetenschappelijke kennis, aan fundamentele kennis, maar ook aan toegepaste kennis. En dat betekent, dat is het ene. En aan de andere kant, dat betekent ook dat hier verschrikkelijk veel slimme mensen werken. En opgeleid worden. En wij zijn een ontzettend aantrekkelijke werkgever voor verschrikkelijke slimme mensen. Dus dan helpt het enorm als je een deur hebt waar je naam op staat op het Science Park. Dus zo is het eigenlijk ongeveer gekomen. Ja, dankjewel. Daar gaan we het zeker zo nog even over hebben. Over Tata hier op het Science Park. Het eerste onderwerp wat we vandaag eigenlijk met jullie willen bespreken is de stand van het Science Park nu. Hoe gaat het ermee? En want kijk, als wij als studenten het over het Science Park hebben, dan bedoelen we eigenlijk gewoon vaak dit gebouw. De beta-faculteit van de UvA. Maar er zit hier natuurlijk nog veel meer. We hebben allemaal onderzoeksinstituten Amolf, AKNL, allemaal start-ups, andere bedrijven. En het zit allemaal hier om ons heen. En eigenlijk de eerste vraag, Leo, voor jou misschien is, wat is bijvoorbeeld voor de universiteit nou de meerwaarde van dit Science Park? Waarom zijn wij alleen niet sterk genoeg en zijn we wel sterker met al die andere instellingen eromheen? Nou, ik denk dat de universiteit heel sterk is. Dus in die zin is niet omdat jullie niet sterk genoeg zouden zijn. Maar ik denk dat de universiteit bewust voor deze plek heeft gekozen toen ze uit de binnenstad kwamen, omdat hier al de mbo-instellingen zaten. Dat hier, wat we dan de matrixgebouwen noemen, daar die verschillende op elkaar lijkende gebouwtjes, al een aantal startende bedrijven zaten. Die waren voortgekomen uit met name ook de ICT-kennis die ontwikkeld is, wat we noemen een beetje aan de mbo-kant. Bij Surf Sara, bij NICEF, bij CWI. En dus de universiteit heeft besloten dat de beta-faculteit hier plaats een waardevolle aanvulling zou zijn. En dat was ook het moment waarop ze dachten van, nou, we praten niet langer over Watergaas meer als een kenniscentrum, maar we gaan praten over Science Park Amsterdam. En het Science Park Amsterdam is eigenlijk een unieke ecostructuur, kennisinstellingen van nationaal organisatie MBO. In combinatie met fundamenteel beta-onderwijs en onderzoek. En dan zo'n 120 bedrijven, innovatieve bedrijven daaromheen. Dat kom je niet vaak tegen. Dus dat is echt iets waar de universiteit ook de vruchten van wil plukken. Marine zei al, er is hier enorm veel kennis. Bedrijven als Shell, DSM en grote andere giganten, die hebben hier overal contacten binnen MBO en de beta-faculteit. Dus die relaties zijn er al. Dus er wordt al heel goed gekeken van wat er is voor nuttige kennis, wat zijn er voor interessante studenten. Maar als Science Park heb je eigenlijk groter aanbod, omdat je dus ook andere faciliteiten kan aanbieden. En daarmee ben je aantrekkelijk voor niet alleen bedrijven hier in de regio, maar ook bedrijven internationaal die op zoek zijn naar kennis en naar talent. Dus dat heeft ook met zichtbaarheid te maken. Hoe doet het Science Park het eigenlijk binnen Nederland? Nou, dat vind ik een heel interessante vraag, want ik ben dus vorig jaar aangetreden en toen werd ik ook lid, zou je kunnen zeggen, van 8 innovatiecampussen in Nederland die een soort vrijwillig samenwerksverband hebben. Er zitten natuurlijk Utrecht en Delft en Eindhoven en dergelijke in. En toen stelde ik daar ook die vraag. Hè? Een van mijn opdrachten is eigenlijk zorgt dat Science Park heel erg bekend wordt in Nederland en daarbuiten. En dan vraag je af van, ja, waar meet je dat aan af? Zijn er soort rankings? Nou, die zijn er niet. Er zijn wel een soort afspraken, wat is een echt Science Park, om het zo maar te zeggen. Want er zijn over de hele wereld meer dan 400 Science Parken. In Nederland alleen al zijn er een stuk of 45. Het was net laatst weer dat Barneveld wil ook een campus oprichten. Nou, natuurlijk, elke stad heeft recht op zijn eigen campus. Maar een echt Science Park is wat we hier hebben. Is dat je bedrijven hebt, innovatieve bedrijven. Dat je grote kennisinstellingen hebt, dat je universiteit hebt. Dat je veel start-ups genereert. En dat er ook echt open innovatie is tussen die partijen. En daarvoor heb je nodig dat die partijen elkaar kunnen vinden. En ik vind dat al hier heel erg goed gaat. Maar ik zou hier niet zitten als directeur Science and Business als het niet was doorgedrongen tot de 3 stakeholders van Science Park, de gemeente, de UvA en de MBO, dat er nog veel meer van te maken is. Dat er nog veel meer synergie gegenereerd kan worden. Dat we nog meer met de buitenwereld ook kunnen optrekken. Dat we inderdaad bedrijven die kennis zoeken niet moeten gaan kijken naar Silicon Valley en Azië of India en Bangalore. Maar dat het gewoon letterlijk in een eigen achtertuin is. Dus daar moeten we nog echt aan werken. Ik vind wel heel mooi om te merken dat natuurlijk denken jullie aan Science Park als je hier even in de wier rondloopt.
En bij MBO is dat ook wel zo. Maar er zijn steeds meer mensen die ook echt ambassadeurs zijn van het Science Park. En ook wel herkennen dat als je hier bent, dat je niet alleen bij MBO bent of het bedrijf waar je werkt, maar echt ook op het Science Park wil verkeren. En dat komt denk ik ook wel door combinatie met restaurants, sportsfaciliteiten en een enkel winkeltje al. Dus dat is een heel mooi samenspel. Mag ik daar wat aan toevoegen? Zeker. Ik had het genoegen om laatst bij een van die connectables te zijn, als ik me goed kan herinneren. En toen zat ik naast een jongen, die kwam uit Amerika van MIT. En ik dacht, wow, MIT. Dus ik ben van origine een jurist, dat moet je even goed begrijpen. Dus alles wat met bed dat te maken heeft, dat vind ik al heel indrukwekkend. Maar MIT dacht ik, dat is echt helemaal briljant. Dus mijn vraag aan die jongen was, waarom kom je eigenlijk hier, hè, als je op MIT hebt gezeten? En hij zei, dat is precies wat Leo ook zegt, het is de sfeer hier. Het is al die verschillende open innovatie, die uitwisselingen en de state of mind. Al die verschillende vibes die hier zijn, waardoor je geïnspireerd raakt. En dat vond ik heel typisch van hem. Hij zei echt, het is een inspiratiebron hier. En dat is denk ik ook de kracht van het Science Park. En de gemeente Amsterdam is ook een grote stakeholder van het Science Park. Marinus, als lid van de Amsterdam Economic Board, ben je er natuurlijk ook een beetje bij betrokken op die manier. Wat wil de gemeente hiermee? Wat zijn de voordelen die zij eruit halen? Zijn dat financiële voordelen, werkgelegenheidsvoordelen? Of wat is het? Ik moet je enorm teleurstellen, ik heb geen idee. Wij zitten in die board omdat wij Tata zijn. En niet omdat we voor de gemeente werken. Maar ik denk dat Leo en Mirjam er veel dichterop zitten om er echt zinnigs over te kunnen zeggen. Ja, het is misschien heel leuk om te zeggen dat we net een enorme subsidie hebben binnengehaald van de gemeente Amsterdam. De gemeente van Amsterdam gaat 7,2 miljoen aan ons geven. En het totale programmapakket is 38 miljoen, dus ontzettend veel geld. En een heel groot gedeelte van dat geld dat gaat hier ten gunste komen aan activiteiten op het Science Park. Er zijn ook weer drie dingen die we gaan doen in dat programma. Het eerste is dat er een Amsterdams Fysisch Research Innovatie Lab gaat komen. Dus alle natuurkundigen van hier, maar ook van de VU en ook van NWO. NWO, weten jullie, zit hier natuurlijk met een aantal instituten, hè, AMOF en NICEF. Dat zijn allemaal mensen die doen fundamenteel natuurkundig onderzoek op bepaalde gebieden, hè, bijvoorbeeld zonnecellen of whatever. Hier zit in natuurlijk experimentele en meer theoretische fysica. En in dat programma, daar worden samenwerkingen met bedrijfsleven gestimuleerd. En we willen ook proberen om andere bedrijven, net als Tata hier naartoe is gekomen, willen we ook andere bedrijven hier naartoe lokken. Doordat we hun willen aanbieden om gebruik te maken van de faciliteiten die we hier hebben. Dat is al een ontzettend mooi iets wat we hier op het Science Park kunnen gaan realiseren. En het tweede wat we gaan doen heeft te maken met een venture studio. Dus eigenlijk hebben we hier al een venture studio. Dat is dus zeg maar een omgeving, een incubator, waar space en begeleiding wordt gegeven aan startende bedrijven. Nou, er zitten al heel wat startende bedrijven hier. Ik denk dat Leo dat zo kan zeggen, maar ik geloof dat je laatst zei dat er iets van 110 bedrijven hier sowieso gevestigd zijn, waarvan een groot deel zijn startende bedrijven. Die komen ook vaak uit de universiteit voort. En wij willen in dat geld van de gemeente gaan we ook inzetten om vooral die startende bedrijven te helpen met programma's. Programma's niet alleen om ze te helpen starten, maar ook om ze te helpen laten ontwikkelen. Acceleration programma's. En we hopen dat dat ook zal leiden tot meer werkgelegenheid. Dat die bedrijven dus kunnen gaan uitgroeien en dat er gewoon arbeidsplaatsen ontstaan. Niet alleen voor hoogopgeleide mensen, zoals jullie allemaal zijn, maar ook voor anders opgeleide mensen, laagopgeleide mensen, mbo, hbo niveau, die daar dan ook een mooie werking vinden. En het derde onderwerp gaat over ondernemerschapsonderwijs. We willen allemaal dingen doen om ondernemerschap meer in het onderwijs te stoppen, zodat jullie allemaal ook een minor ondernemerschap zouden kunnen volgen. Die zijn er al, dat soort minoren, maar we willen die minoren verrijken met mooie cases uit het bedrijfsleven en dat soort dingen. Dus de gemeente vindt het heel belangrijk dat we dit doen. Dus die willen aan de ene kant willen ze dus valorisatie. Hè, dit is echt een valorisatieprogramma. Dus de benutting van de kennis willen ze stimuleren. En daarnaast hopen ze ook dat er meer werkgelegenheid ontstaat voor jullie en ook voor andere mensen. Ja, ik wil eigenlijk heel graag inhaken op de valorisatie, wat je noemt. Tweede onderwerp waar we het graag over willen hebben. Valorisatie is,
is op de universiteit ook een beetje een beladen woord. In 2004, als ik het goed heb, introduceerde Maria van der Hoeven, toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, valorisatie als derde kerntaak van een universiteit na onderwijs en onderzoek. Leo, volgens mij werkte jij in 2004 bij OCW op de afdeling onderzoek en onderzoeksbeleid. Ja, klopt. Ik kom van het ministerie. Ja. Kun je me misschien uitleggen wat valorisatie is? Ja. Nou, ik kan dit, ik mag geen definitie geven van valorisatie, maar ik wil wel schetsen dat ik ben in 2000 bij het ministerie begonnen. Daarvoor werkte ik bij Shell en General Electric, totdat dat een beetje moeilijk te combineren was met mijn gezinsleven, zeg maar, met twee kleine kinderen. Toen ben ik bij het ministerie in wetenschapsland terecht gekomen. En dat was inderdaad ongeveer een paar jaar later kwam Maria van der Hoeven binnen. En daar was vloek in de kerk toen zij begonnen over die derde taak. Dat herinner ik me heel goed. Dus ik sta eigenlijk ook wel een beetje verbaasd dat we nou zoveel jaren verder, dat het nog steeds een discussiepunt zou krijgen. Want ik schetste net al, de bedrijven lopen hier de deur plat en die komen gewoon echt voor fundamentele kennis ook. Dus ja. Het is niet een kwestie van dat je moet stoppen met je fundamentele kennis om uren vrij te maken voor iets met bedrijven. Maar het is wel op zijn minst zo dat je af en toe met een bedrijf zou kunnen praten. Ik heb er ook best wel felle discussies meegemaakt destijds met FOM-instituten. Waar onderzoekers gingen vragen aan Maria van der Hoeven van, ja, maar dan haalt u ons van ons onderzoek af. Nou, kijk, het is al winst als je gewoon praat enkele keer per jaar met bedrijven, dat je weet wat daar de uitdagingen zijn. En dat je je onderzoek kan laten stimuleren daardoor. Of dat je eens kan kijken wat is er allemaal voor toegepaste kennis al in de bedrijven waar ik mijn toekomstige onderzoek door kan, aantrekkelijk kan maken. En we hebben natuurlijk hele goede voorbeelden hier op Science Park, wil ik noemen met ArcNL, samenwerking tussen ASML en AMOF, een Form Instituut. En ASML is hier gekomen vanwege de fundamentele kennis, stel dat staat voorop, maar ook omdat ze een aantal problemen voorzien bij de volgende generatie van hun chipmachines. En ze willen de concurrentie voorblijven, dus ze moeten heel snel dat soort knelpunten oplossen. En zijn ze met AMOF gaan samenwerken. AMOF doet gewoon fundamenteel onderzoek, maar het leuke voor die onderzoekers daar is dat als je de obstakels kan uitknobbelen die daar zitten, in met name de lichtbron bijvoorbeeld. Dat je niet alleen baanbrekend onderzoek hebt gedaan waar je geweldig publiciteit mee krijgt en hele goede publicaties met heel veel citaties. Maar dat je gelijk iets hebt gedaan wat toegepast gaat worden in al die machines. En dus eigenlijk de jonge onderzoekers die ik spreek en ook iets minder jonge onderzoekers vinden dat echt een enorme uitdaging. Dus je bent iets aan het uitknobbelen, het is echt op fundamentele schaal. Het is heel moeilijk, het is ook helemaal niet gezegd dat je de oplossing gaat vinden. Maar nu hebben ze ook al een paar hele andere dingen ontdekt door hun onderzoek te doen. Zo gaat het toch ook in onderzoek. Het is ook gewoon een kwestie van toeval en blijven nadenken met elkaar. En ik schets dit, omdat valorisatie wordt wel eens heel plat uitgelegd. Daarom wil ik ook geen definitie geven. Alsof je moet zorgen dat het bedrijfsleven meer geld kan verdienen. Of dat een onderzoeker zijn bedrijf kan oprichten en dan voortaan hier met een Porsche kan komen aanrijden of zo. Nou, er zijn heel veel gradaties, die laatste is er ook geloof ik wel. Maar er zijn heel veel gradaties en de doelstelling was oorspronkelijk vooral, kom daar af en toe uit het lab, want daar is het hartstikke spannend, maar kijk om je heen en luister eens wat die bedrijven willen. En laat je inspireren door die bedrijven, maar kijk ook wat je zou kunnen bijdragen. Ik hoor je ook zeggen, ik vind het jammer dat het nog steeds zo'n beladen begrip is. Maar in het programma De Hokjesman zei Hendrik Lenstra, dat is een van de beste wiskundigen van Nederland, die zei valorisatie is eigenlijk moderne prostitutie. Waarom is het dan zo moeilijk om iedereen ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is? En waarom lukt dat nog niet? Nou, ik denk, ik verbaas me er meer over. Maar we hoeven ook niet iedereen van iets te overtuigen. Het is tenslotte geen religie. En er is gelukkig al heel veel bereikt doordat heel veel onderzoekers wel ook met bedrijven praten. En je ziet dus ook dat bedrijven heel goed de weg weten te vinden naar de onderzoeksinstellingen. En vaak trouwens ook met geld gewoon. Shell doet bij FOM een heel groot project. Gaat ook over meer dan 35 miljoen. Komen internationale onderzoekers op af. Dus dat is ook weer heel aantrekkelijk. Dat je ook mensen over de hele wereld op die manier kan binden. Dus ook het beste onderzoek kan aantrekken. Maar het blijft natuurlijk bij een groep altijd beladen. Omdat ze zich daar minder in kunnen vinden. Wetenschap heeft een hele lange traditie van dat je gewoon jezelf helemaal in dat lab opsluit. Of achter je boeken opsluit. Dus ik snap best wel dat niet iedereen staat te springen. Maar je hoeft het ook niet elke dag te doen. Hè? Dat is heel erg belangrijk. Hè? Dat valorisatie vind ik, hè, als het vergeleken wordt met het oudste beroep van de wereld, dan denk ik, ja, die moet dat misschien 10 keer per dag doen, elke dag weer. En dat is echt niet wat er gevraagd wordt van de onderzoeker.
Mirjam, jij wil hierop ingaan? Ja, weet je, ik denk dat het natuurlijk ook zo is. Dat wij doen natuurlijk met publiek geld worden gewoon universiteiten betaald. En ook het onderzoek wat daar wordt gedaan wordt voor een groot deel met publiek geld gefinancierd. Dat is geld dat wordt bijeengebracht door de belastingbetaler. Nou, ik weet niet of jullie al vaak belasting betalen, maar ik vind dat ik altijd heel veel belasting betaal. En ik vind ook dat ik dan eigenlijk wel wil dat er met dat belastinggeld iets gebeurt waar ik ook als burger wat aan heb. Ik wil dat er mooie wegen worden aangelegd en dat de trein goed rijdt. En ik wil ook dat als er onderzoek mee wordt gedaan, dat er ook over wordt nagedacht of dat onderzoek, of ik daar als burger ook wat aan heb. Dus ik denk dat ook voor onderzoekers, of je nou fundamenteel onderzoek doet of toegepast onderzoek, je hebt volgens mij toch ook een soort verantwoording naar de maatschappij voor het geld wat jij zomaar krijgt. En waar jij dingen in kan doen waar jij jezelf ook mee vormt en waar je ook een heleboel van leert. Maar dat je ook het onderzoek wat je doet en de resultaten daaruit, dat ook de maatschappij ten goede komt. En ik geloof ook dat je heel veel fundamenteel onderzoek nodig hebt. Want ik geloof dat fundamenteel onderzoek leidt tot inzichten waardoor later ineens nieuwe natuurwetten worden ontdekt of beschreven, waardoor er echt doorbraken kunnen komen. En wat jij ook al zei over dat disruptive, hè, dus dat je eigenlijk door fundamenteel onderzoek te doen, kun je ook echt tot nieuwe inzichten komen waarbij je echt tot nieuwe producten en nieuwe diensten kan komen, waar het bedrijfsleven weer een nieuwe stap in kan maken. Je ziet dat grote veranderingen zoals de computer en de mobiele telefoon, dat waren echt disruptive technologies. Die hebben niet alleen de technologie, maar ook het gedrag van mensen behoorlijk beïnvloed. En dat heeft de maatschappij ook gevormd. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je dat moet doen en ook moet stimuleren. En aan de andere kant denk ik dat je gewoon die verantwoording hebt als onderzoeker om ook iets te doen wat voor de maatschappij, de burger ten goede komt. Als ik nog iets mag zeggen, dus los van deze twee argumenten. Ik vind het zelf altijd een beetje een artificieel onderscheid. Hè? Fundamenteel onderzoek en de valorisatie daarvan. Bij ons werken die 350 ingenieurs aan ontzettend fundamenteel onderzoek. En dat leidt dan tot proces- en productinnovatie. Kijk, ik zie valorisatie als het toepassen van dat fundamentele onderzoek. En als je dat wil toepassen, dan moet je dat fundamentele onderzoek doen. Het is niet een of-of situatie, maar het is een en-en situatie. Zoals jullie ongetwijfeld weten, het mobiele telefonie en het World Wide Web, dat zijn allemaal dingen die in laboratoria zijn bedacht, betaald door overheidsgeld. En ik heb altijd de indruk, als ik met academici praat, dat ze bang zijn voor een onafhankelijkheid in hun onderzoek. Dat eigenlijk is waar de schoen wringt. Maar dat is gewoon een kwestie van dat heel duidelijk uitspreken. Het is heel eenvoudig om transparant te zijn over je zorgen en die dan proberen het af te dekken. Maar het onderscheid tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en valorisatie is wat mij betreft iets artificieels. Het een kan niet zonder het ander. Ja, we hebben een vraag. Ramon? Ja. Nou, ik vraag me af of valorisatie, en ook zo hier, zoals dat op dat Science Park georganiseerd is, soms een beetje een moetje is. En ik zit nu bijvoorbeeld een paar weken in een onderzoeksgroep op het AMOLF. En daar heeft een groepsleider een paar promovendi die zelf betaalt. En een paar promovendi die door een bedrijf worden betaald. En in feite doen we allemaal ongeveer hetzelfde. Alleen dan zijn er een paar die kan je alleen maar betalen, omdat een bedrijf ervoor betaalt. En af en toe gaan ze daarheen en dan zeggen ze dat ze heel erg hun best doen. Maar verder hebben ze eigenlijk niet zoveel ermee te maken. Kortom, het is gewoon een manier om geld te krijgen dat je niet meer gewoon rechtstreeks van de overheid krijgt. Wat heeft dat te maken met onderzoek beter richten naar de maatschappij? Nou, waarschijnlijk heeft dat bedrijf die AIO betaalt of die onderzoeker betaalt wel een reden dat ze dit betalen. Waarschijnlijk heeft het bedrijf afgesproken met die onderzoeksgroep dat die kennis die daar wordt opgedaan, of de onderwerpen waar onderzoek naar aan wordt gedaan, dat een onderzoek is waarin zij geïnteresseerd zijn. En wat Marinus ook al zei, vaak willen bedrijven, of met name grotere bedrijven, willen ook echt toegang tot die fundamentele kennis. Want misschien levert het iets op waar zij als bedrijven wat aan hebben. Maar gaat valorisatie dan om iets bijdragen met onderzoek aan de maatschappij of aan het bedrijfsleven? Wat is er mis met het bedrijfsleven? Niks is een vraag. Kijk, het bedrijfsleven bestaat ook uit mensen. En er zijn een heleboel gezinnen die daar worden betaald. Hè? Die dus leven omdat hun vader of hun moeder bij het bedrijfsleven werkt. Dat is natuurlijk een hele legaal gebeuren. Mensen werken daarvoor.
Dat zijn gezinnen, dat zijn ook burgers. Ja. Dat is gewoon werkgelegenheid. Mag ik iets aanvullen? Leuk jouw voorbeeld. Het suggereert ook een beetje dat bedrijven iets aanvullen wat de belastingbetaler niet doet, de overheid niet doet. Ik was in Aken laatst. Duitsland trekt enorm veel geld uit voor onderzoek. Kijken wij onderzoekers in Nederland vaak heel jaloers naar. En onderzoeksinstellingen, en terecht. Het is niet alleen de federale overheid, maar ook de lender en in Aken zelfs de stad. Echt fenomenaal veel geld uit. En ze werken juist heel veel samen met bedrijven. En niet omdat ze moeten, maar omdat heel veel onderzoekers in bedrijven terecht zijn gekomen, zoals Marina schetst, en heel goed weten dat ze om de concurrentie voor te blijven, heel veel kennis kunnen ontwikkelen samen met die studenten. Dus het is ook, daar is het in ieder geval echt additioneel. Hè. Ik ken jouw persoonlijke voorbeeld niet, dus ik kan niet beoordelen of daar additioneel geld is. Maar het is dus vaak een hele goede wisselwerking. En wat ik van Arcanel ook hoor, dat ASML heeft heel veel kennis ingebracht. Dat is ook best interessant om je verder te helpen in je onderzoeksvraag. Ik vind het ook een heel interessant voorbeeld, hè? Want dat is natuurlijk een beetje het klassieke dilemma. In het bedrijfsleven moet je samenwerken, anders gebeurt er niks. In IJmuiden werken 9000 man. En zoals Mirjam zegt, die leven van het verkoop van staal. Dus, als je ooit de kans hebt om daar eens rond te gaan kijken, moet je het vooral doen. Het is een fantastisch bedrijf. Maar die leven van de verkoop van staal. Wij hebben belang bij kennis. En het kan best zo zijn dat deze specifieke werkgroep of onderzoeksgroep belang had bij geld. Wat is er mis mee als die elkaar treffen? Ik zie dat als een typische win-win. Onderzoeksgroep blij, want die heeft er een paar AIO's bij. En degene die het financiert blij, want die heeft er kennis bij. Nou, ik denk dat natuurlijk een van de zaken die je dan kan gaan wringen, is als een bedrijf zegt, wij willen jullie onderzoek sponsoren, dan krijgen jullie een paar miljoen van ons. Maar daarvoor willen wij wel in ruil dat jullie deze onderzoeksvrijheden opgeven. Zoals bijvoorbeeld een tijdje niet publiceren of dat soort zaken. En hoe ga je daar dan mee om? Dat is misschien voor Mirjam een interessante vraag, omdat jullie daar natuurlijk mee bezig zijn. Ja, dat is eigenlijk ons dagelijks werk. Wij krijgen natuurlijk, er worden ontzettend veel samenwerkingen gesloten over de hele universiteit en de HVA met het bedrijfsleven. En er wordt altijd heel goed nagedacht over, van wie is de kennis nu die daaruit komt? Daar worden afspraken over gemaakt. Er wordt soms een afspraak gemaakt dat je gedurende een bepaalde periode niet zou mogen publiceren, omdat in die tijd moet worden gekeken of het onderzoek of de onderzoeksresultaten, of die bijvoorbeeld octrooieerbaar zijn. Maar de tijd van het uitstel van publicatie is altijd een termijn van enkele maanden. En daar wordt natuurlijk ook op andere plekken over nagedacht in Nederland. Alle universiteiten hebben een valorisatieregeling, dat hebben wij ook, waarin al dit soort dingen staan, waarin richtlijnen staan die ook algemeen zijn geaccepteerd, zowel bij onderzoekers als bij bedrijven, hoe je om moet gaan met die kennis. En je moet natuurlijk je wetenschappelijke integriteit moet je kunnen bewaren als wetenschapper. En daar wordt gewoon met het bedrijfsleven over gesproken. En in de zaal zitten ook een aantal hoogleraren die daar ook veel ervaring mee hebben. Maar ik ga ze niet noemen of aanwijzen, maar als ze willen kunnen ze misschien ook iets over zeggen. Maar er is in ieder geval, dit is gewoon, wordt altijd heel zorgvuldig naar gekeken. En ook daarop inhaken. Kijk, voor het bedrijfsleven is het volstrekt niet relevant, ja, tenzij je de boel wil oplichten. Maar het is volstrekt niet relevant om de onderzoeksvrijheid van die academici te beperken. Want dat betekent dat je als bedrijfsleven zou denken dat je de uitkomst al kan voorspellen van dat onderzoek. En dat is natuurlijk pertinente apenkool. Waarom wil je nou samenwerken met zoiets als het Science Park? Juist omdat je dat fundamentele onderzoek zo waardeert. Het enige wat je wil is dat je er afspraken over kan maken. Maar afspraken, dat zijn over het algemeen dingen waar twee partijen hun handtekening onder zetten. Over hoe je dan omgaat met, ja, ik wist niet dat publicatie zo gevoelig lag, maar met publicatie of octrooien. Dus het is, je moet ook de belangen van het bedrijfsleven juist bij dat fundamentele onderzoek niet onderschatten. Dat is veel waard. Dus die vrijheid om dat te doen is ook veel waard. Ja, bedrijven betalen juist ook voor onafhankelijk onderzoek. Dat het echt onafhankelijk onderzoek is. Nou heb je natuurlijk ook ander soort organisaties, contract research organisaties, die meer toegepast onderzoek doen. Daar worden wel eens andere afspraken gemaakt met bedrijven. Maar dat zijn ander soort, dat zijn vaak organisaties die dit op private grondslag doen.
Dat is een ander soort onderzoek, maar aan de universiteiten, bij publieke organisaties, wordt er altijd heel nauwkeurig naar gekeken. En het is een heel belangrijk onderdeel van ons werk om dat ook goed te bewaken. Heel concrete vraag over het werk dat jullie doen bij ICSA. Stel, ik ben wetenschapper en ik heb een briljant idee om een bedrijfje op te gaan zetten met vanuit het onderzoek dat ik gedaan heb. Ik wilde je eigenlijk vragen, hoe gaat dat dan? Maar ik ben nu eigenlijk ook heel nieuwsgierig naar hoe gaat dat dan als mijn onderzoek betaald is door een bedrijf? Nou, als het door een bedrijf is, dan is er vaak al van tevoren afgesproken wat er gebeurt met het briljante idee. Vaak wordt er gezegd dat het bedrijf een soort right of first refusal heeft om na te denken wat ze met dat idee willen doen. Dus zij mogen als eerste kijken, zij krijgen als eerste inzage in dat idee en mogen dan zeggen wij willen er wel of niet mee verder. Als ze er wel mee verder willen, dan moeten we daar een nieuw contract over sluiten en nieuwe afspraken over maken. En dan moeten ze ook, als ze dat verder willen gaan uitwerken, dan moeten ze het bijvoorbeeld inlicentiëren, dan zullen ze daar ook wat voor moeten betalen. En dan gaat ook een deel van de opbrengst gaat ook naar die ene onderzoeker die dat heeft bedacht. Daar worden dan aanvullende afspraken over gemaakt. Als jij gewoon vanuit je stage of vanuit een AIO-schap op een idee komt, wat zo briljant is dat je denkt, ja, eigenlijk wil ik hier wel mee verder. Dan kom je bij een van onze mensen en dan gaan we eerst eens kijken wat is dat idee. En dan gaan we kijken wat is de business case achter dat idee. En dan wordt er ook gekeken van hoe zou je dat verder willen ontwikkelen? Wil je daar een eigen bedrijf voor gaan starten? Of wil je daar misschien met een ander bedrijf een samenwerking mee opzetten? Er zijn verschillende opties mogelijk. Als je zegt, nou, ik wil mijn eigen bedrijf daarmee opstarten, dan kijken we natuurlijk, moeten we het misschien beschermen, octrooi aanvragen of op een andere manier beschermen. Misschien heb je geld nodig om het verder te ontwikkelen, dan hebben we financieringsinstrumenten. En uiteindelijk kunnen we je op een bootcamp sturen bij het Venture Lab, waar je dan een soort training krijgt van een week om jouw idee verder uit te werken, zodat je daar een bedrijf mee kan starten. En misschien kom je dan uiteindelijk in het Science Park in een matrixgebouw terecht bij Leo, waar je dan de space vindt en de omgeving om gewoon jouw bedrijfje verder te ontwikkelen. En dat is ook een vorm van valorisatie, hè? Want de volgende stap is dat de Tata Steel een contract met je sluit en dat je geld gaat verdienen. Maar heel kort nog, in ons voorgesprek gaf je ook aan dat de kennis die eigenlijk helemaal niet van jou is, maar van de universiteit. Ja. Hoe zit dat en weten studenten daar wel genoeg over? Nou, als jij in dienst bent van de universiteit, dan heb je een CAO. En die CAO die heet CAO Nu. En die is van alle Nederlandse universiteiten. Nu betekent Nederlandse universiteiten volgens mij. En daarin staat dat alle kennis die jij verwerft of opbouwt als je in dienst bent van de universiteit, is van de universiteit. En dat komt omdat jij die kennis dankzij de faciliteiten van de universiteit opbouwt. Want je hebt de labs nodig, je hebt de omgeving nodig. En daarom is die kennis van de universiteit. Wat we wel hebben geregeld, en dat staat in de valorisatieregeling, dat als die kennis leidt tot inkomsten, dan heb jij wel recht om een deel van die inkomsten, en dat is bij alle universiteiten ongeveer gelijk geregeld, maar bij de UvA is het zo dat je dan recht zou hebben op 1/3 deel van de inkomsten. 1/3 deel van de inkomsten gaat naar de vakgroep waar je zit, of naar de faculteit. En 1/3 deel van de inkomsten gaat naar het financieel instrumentarium. En dat zit bij ICSA, en daaruit betalen wij weer nieuwe leningen aan startende bedrijven. Ook als je een octrooi aanvraagt, dan blijft dat octrooi eigendom van de universiteit, maar je hebt wel recht als uitvinder om te worden genoemd als uitvinder. En dat is bij alle universiteiten in Nederland zo geregeld en volgens mij ook in andere landen. We hebben een vraag uit de zaal. Ja, Hans Dekkers. Het valt me op een debat zonder tegenspraak. Nou ben ik helemaal pro-valorisatie, maar ik zit ook in de medezeggenschap. En er zijn grote aarzelingen met het voorgestelde valorisatiebeleid. En er zijn eigenlijk vier argumenten die ik zelf even zo kan produceren, die daarbij worden genoemd. Dus misschien mag ik nu even tegen u aanhouden. De eerste is de vrijheid van de AIO. Degene die het onderzoek moet doen, de PhD-student, die is bezig met een leertraject. Dus die moet gewoon niet vastzitten aan een bedrijfsdoel, aan afspraken, ingekapselde afspraken met het bedrijf. Die moet gewoon zijn eigen beeld kunnen vormen, zijn eigen richting kunnen geven aan het onderzoek van koers veranderen, zonder dat dat ingeperkt wordt door een contract.
ja, je wordt er ook helemaal niet zodanig voor betaald dat hij daar die waarde, die verplichting aan moet gaan. Dat is één. De tweede is dat er ongelooflijk aanstoot wordt genomen, Mirjam, tegen wat jij net zegt. Dat die onderzoeker, als het ware op dit moment, als hij puur voldoende fundamenteel onderzoek doet, en hij doet dat gewoon goed, dat hij eigenlijk niet voldoende verantwoording aflegt voor het geld, zijn salaris, wat hij eigenlijk krijgt. Ridicule onzin wordt er gesteld, want deze onderzoeker, het is ontzettend hartstikke moeilijk om hier als onderzoeker een vaste aanstelling te krijgen. Er zitten allerlei spelregels om goed onderzoek te doen. Er wordt heel hard gewerkt. Of je nou wel of niet met een bedrijf praat, dat doet helemaal niks af of je het gemeenschapsgeld goed besteedt. De derde is eigenlijk, we snappen helemaal niet goed hoe innovatie werkt. Hè? Die mooie voorbeelden van World Wide Web. Er is geen bedrijf aan te pas gekomen. Als je kijkt naar hoe al die innovaties in de Valley tot stand zijn gekomen, dan kan je daar heel weinig sporen van beleid uit afleiden. Dus en kunnen we nou zeggen dat de bedrijven dan goed weten hoe ze moeten innoveren? Het zijn juist de bedrijven die, wat is het, 10 jaar geleden, 8 jaar geleden, grotendeels hun eigen onderzoeksinstituten hebben gesloten omdat ze het zelf niet goed konden doen. En daar nu eigenlijk in een soort goede samenwerking, waar ik helemaal voorstander van ben, dat zoeken met de universiteiten. Maar weten ze het nou? En dan heb ik de laatste, maar dan valt helaas mijn scherm uit. En dat is zeg maar de ridiculiteit van het mechanisme. De verplichte, hè, dus hoe organiseren wij als universiteit dat onze onderzoekers moeten valoriseren? Je moet geld vragen, je moet een bedrijf weten te strikken dat voor jouw onderzoek geld wil bijleggen, ook al is dat bedrijf niet. Je moet een valorisatieparagraaf in je PhD-thesis opnemen, ook al kan je de link zelf helemaal niet leggen. En die schijnvertoning, dat wil je eigenlijk helemaal buiten je eigen universiteit houden. Als er valorisatie is, dan moet het echt zijn. Laat het alsjeblieft niet een soort verplicht bureaucratisch circus noemen wat dat moet doen. Nogmaals, pro-valorisatie, maar jammer dat de tegenspraak hier ontbreekt. Dank je. Ja, fijn. Reacties? Ik vind het wel interessant om te horen dat bedrijven slecht zijn in innoveren, want volgens mij heeft die jonge man een product in zijn hand wat nou typisch uiterst innovatief is en door een bedrijf wordt gemaakt. Maar hij heeft wel een heel terecht punt, en dat is even los van de interne politiek die hier over de vloer gaat. Dat punt is, R&D en productie, hè, dus onderzoek en productie, dat is iets wat heel belangrijk is om te handhaven in de maakindustrie. Dat is ook waarom wij van Tata ons R&D niet hebben geoutsourced en niet hebben weggezet. Maar je ontkomt er niet aan als bedrijf dat je je fundamentele onderzoek ergens anders vandaan moet halen. En daarom is zoiets als het Science Park, ondanks de gevoeligheden die er kennelijk rondom valorisatie liggen, toch ontzettend belangrijk en voegt het ontzettend veel waarde toe voor de regio hier rondom Amsterdam. Ja, volgens mij zijn wij nog helemaal niet bezig met een valorisatiebeleid aan de UvA. Ik wou dat we dat deden. Niet dat ik weet. Maar we hebben natuurlijk wel een heleboel cases en samenwerkingen die wij hebben als universiteit. Ook rond bijvoorbeeld wat je zegt over fundamenteel onderzoek. Ik vind fundamenteel onderzoek ontzettend belangrijk. En ik denk dat bij fundamenteel onderzoek ligt de valorisatie misschien op een hele andere tijdschaal dan bij wat meer toepassingsgericht onderzoek. Dus in het bestek van die 4 jaar van een AIO, ja, misschien is daar niet direct een directe samenwerking met een bedrijf of een toepassingsgericht onderzoek van te maken. Nou, dat is verder prima. De maatschappij heeft ook fundamenteel onderzoek nodig, dus ik zie daar eigenlijk niet zo'n tegenstelling. Het punt wat je noemt van AIO's die in alle vrijheid dingen moeten doen en niet gebonden moeten zijn aan een bedrijf. Ik denk wat Marinus ook probeert te zeggen is dat bedrijven willen ook heel graag dat er fundamenteel onderzoek gebeurt. En ook dat dat onderzoek onafhankelijk gebeurt in onafhankelijkheid. En dat de AIO's daar ook de ruimte voor krijgen om dat in onafhankelijkheid te doen. Ook al ligt er een samenwerkingsovereenkomst met dat bedrijf onder. En bij de UvA is het zo georganiseerd dat soort dingen, die worden gewoon door de decanen en door de hoogleraren geregeld. En die moeten daarop toezien dat dat op een goede manier gebeurt. Maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n AIO betaald wordt door een bedrijf en dat het bedrijf niet af en toe kan polsen. Hoe gaat dat nou en kun jij al wat? Nou ja, kijk, als je kijkt naar onderzoeksplannen van AIO's. Ik heb destijds, was ik ook AIO, ik heb ook een PhD gedaan en toen was er helemaal geen plan voor. Er was een onderwerp. Zeiden, nou ga dat en dat maar eens doen. En ik heb dat helemaal zelf kunnen invullen.
Tegenwoordig is het zo dat bij wat voor AJO-positie ook, ligt er een heel duidelijk plan of je nou door NWO wordt gefinancierd of door de EU. Maar er ligt een heel duidelijk plan waarin duidelijke doelstellingen zijn wat je moet doen, wat voor onderzoek je gaat doen, van welke faciliteiten je gebruik maakt, wat is je onderzoeksvraag. En dat is eigenlijk al voor al die 4 jaar behoorlijk nauwkeurig beschreven. En eigenlijk zie ik niet zo heel veel verschil met wat er in plannen staat die door bedrijven zijn beschreven of plannen die door NWO zijn beschreven. Dus volgens mij is dat niet een contradictie. Althans, ik denk niet dat ik dat zo ervaar. We hebben het nu natuurlijk over het bedrijfsleven in het algemeen, maar ik wil een beetje ingaan zoomen op Tata Steel. Jullie zitten hier sinds januari. En tijdens de opening van jullie vestiging zei onze toenmalig decaan Karen Maaks het volgende, en dat ga ik even quoten. De kruisbestuiving met het bedrijfsleven is van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek, voor de valorisatie ervan, maar ook vanwege de vernieuwing die voortkomt uit de interactie. De samenwerking tussen Tata Steel en onze spin-off Cypher is een heel mooi voorbeeld hiervan. Bovendien bieden de bedrijven die zich vestigen op het Science Park de mogelijkheid voor onze studenten om ervaring op te doen in de praktijk, onder meer door het lopen van stages. Nou, jullie hebben natuurlijk hier een relatief kleine office zitten. Jullie R&D-afdeling zit ergens anders. Zijn er eigenlijk al studenten die stage lopen? En zo ja, waar doen ze dat dan? Voor zover ik weet, maar ik zit redelijk ver van onze R&D-afdeling af, zijn er nog geen studenten die stage lopen. Maar als ze stage bij ons zouden lopen, dan kom je bij ons op de R&D-afdeling terecht. En die R&D-afdeling die werkt voor het hele bedrijf. Dus dat gaat van, verzin het maar, van de hoogovens en de pelletfabriek tot aan de kwaliteit van de rol staal die aan de klanten wordt verkocht. Dus de mogelijkheden zijn legio. Alleen ik weet uit mijn hoofd niet of we al mensen aan boord hebben en zo ja, hoeveel. Maar als dus bedrijven zich hier vestigen op het Science Park, maar als studenten vervolgens stages moeten gaan doen, dat ze dan uiteindelijk weer weg moeten van het Science Park, dan creëren we toch juist een soort brain drain op het Science Park? Ja, dat vraag ik me ten zeerste af, eerlijk gezegd. Want het zijn stages, hè, dus ik veronderstel dat het een onderdeel van je studie is. Dus je komt terug om af te studeren. Tenzij het iets is wat je na je studie gaat doen. En dan ga je waarschijnlijk op weg naar een baan. En of het nou een brain drain is, kijk, voor het Science Park is dat wellicht een brain drain, maar niet iedereen die hier studeert, veronderstel ik, kan een baan op het Science Park krijgen. Zo zit het leven meestal niet in elkaar. Er is weinig zekerheid in het leven. En veel onzekerheid, dat maakt het leven ook leuk overigens, onzekerheid, want zekerheid is iets buitengewoon saais is. Dus als je het hebt over het behoud van de kennis hier op het Science Park, ja, dat is ontzettend belangrijk voor het Science Park, absoluut. Maar voor ons, Tata Steel, is het tegelijkertijd heel belangrijk dat we in contact blijven met die kennis. En een stage is daarvoor een uitstekend idee. Leo, als baas van Science Park, waarom is dit dan voordelig voor het Science Park, bedrijf als Tata Steel? Nou, dit is namelijk precies het idee wat je met het Science Park beoogt, hè? De open innovatie onderling, tussen die drie O's, maar ook naar buiten toe. Ik ken zelfs het voorbeeld van een kleine bedrijf, Trinity in Hoofddorp. Net achter, gewoon die uitrichting Aalsmeer. Die doet in mobiliteitssystemen. Heeft heel vaak wiskundigen nodig en ICT'ers. Die werken dan een tijdje dus op dat bedrijf in Hoofddorp. Brengen daar nieuwe kennis. Nemen ook weer kennis mee voor hun vervolgstudie. Kiezen dan of ze verder gaan in het onderzoek. Maar net wat Marine zegt, heel veel studenten. Uiteindelijk doe je het ook voor een baan. Hè? Maar beide kinderen hebben hier ook, tenminste aan de UvA gestudeerd. Werken nou. Dan ben je blij dat je stage kan lopen in het bedrijfsleven, zodat je ook je kennis kan toepassen daar en nieuwe kennis kan verwerven. En ook al je kan positioneren voor een plek en je bijdrage kan leveren. Dat is eigenlijk ook, toen straks vroeg je, waarom doet de gemeente dit? Hè? Waarom betaalt de gemeente mee in het Science Park? Nou, omdat we de economie versterken, werkgelegenheid bevorderen, jong talent een plek geven. En daardoor ook weer aantrekkelijk zijn als stad voor jong talent. Omdat je weet dat je hier werk kan vinden, omdat de bedrijven hier graag willen zitten. Ook weer vanwege het jonge talent. Heel vaak ook in de vorm inderdaad van spin-offs van de universiteit. Kleine startende bedrijven die hier ook zitten. En trouwens ook weer stageplekken aanbieden. Dus dat maakt gewoon, dat is weer hoe de wereld draait. Hè? Hoe de dingen rondgaan. Ja, ik word nog even getriggerd door het woord brain drain. Volgens mij is het juist de bedoeling dat wij hier allemaal worden opgeleid als studenten. En vervolgens de wijde wereld in gaan en onze kennis meenemen. En bij allemaal bedrijven en andere organisaties en onderzoeksinstituten gaan werken. En daar ontzettend veel toegevoegde waarde leveren, omdat we zo goed zijn opgeleid. En vervolgens dat we dan terugkomen en
goed contact kunnen zijn voor andere mensen die hier werken. En op die manier een fantastisch ecosysteem met elkaar ontwikkelen in Nederland. Dankjewel. We hebben vragen uit het publiek. Ja, dankjewel. Mijn naam is Niek Persoon. En ik stel mijzelf even de vraag, het Amsterdam Science Park. Hè, dat kan je zien als een locatie met een x-aantal vierkante kilometers. Nou, één ding is duidelijk. Je krijgt nooit alle bedrijven hier zo op het Amsterdam Science Park. Je zou het ook kunnen zien als een hub waar op een fantastische manier wordt samengewerkt met een uitstraling naar een groot gedeelte van Nederland. En dan gaat het Amsterdam Science Park iets worden wat natuurlijk echt veel verder gaat dan de vierkante meters hier zo. Hoe kijkt het gehoor daarnaar? Dank je wel, Niek. Dat is ook zo, hoor. Dat blijkt. Ik ben hier nu anderhalf jaar bezig. Daarvoor was er niet echt een persoon die het Science Park vertegenwoordigde. Ik heb een klein team, maar vooral ook contacten op het Science Park. Dus onder andere met de IXA en met de ACE en met Matrix en al die instellingen hier. Ik vertegenwoordig het Science Park naar buiten. En opeens komen er allerlei, de Techniekraad bijvoorbeeld uit Noord-Holland, Techpoort rond IJmuiden. Ook uit Zuid-Holland, organisaties die bezig zijn met bijvoorbeeld leven lang leren. Van hoe ontwikkelt eigenlijk een profiel voor beroepen die er nu nog niet zijn. Wat moet je op school leren? Die komen naar het Science Park toe. Ik zei al, iedereen wil een campus. Dus ook in Noord-Holland zijn er 7 initiatieven. En ik heb al contacten met bestuurders uit Noorden, Noord-Holland. Die inzien dat eigenlijk het Science Park de enige plek is waar, wat ze triple helix noemen. Hè? Dus onderzoek, onderwijs en ondernemers. Waar je ze kan vinden, waar je ze kan vastpakken. En we hebben dus eigenlijk hier in deze regio een kern van andere campussen. Een heel goed voorbeeld is denk ik Alkmaar heeft zijn eigen big data hub gecreëerd. Daar heeft de gemeente in geïnvesteerd. Maar de kennis komt hier vandaan. Surf, Sara en CWI, E-Science Research Center, die leveren eigenlijk die kennis. En hetzelfde gebeurt al in Alkmaar en Almere. Dus wij spelen eigenlijk steeds grotere rol in het spinnenweb van de metropoolregio Amsterdam. Ook met steun, moet ik zeggen, van de Amsterdam Economic Board. Heel belangrijk initiatief van de gemeente Amsterdam. En ook de Green Campus hier, waar Niek kan vertegenwoordiger van is, de directeur van is. Heeft zo zijn voetangels in de regio. Bij bedrijven, bij onderwijsinstellingen. En het is juist dat hele traject wat zo belangrijk is. Daarom ben ik persoonlijk ook heel groot voorstander van dat hier een hbo zou komen. Met ander soort studenten, met nog meer levendigheid. Maar goed, ik geef eerlijk toe, er zijn ook mensen die zeggen, het is een science park, dus het moet vooral science blijven. Hè? Dus die willen ergens een grens trekken. Maar ik denk, meer talent hier naartoe halen, worden nog aantrekkelijker voor zowel bedrijfsleven als de bestuurders uit de regio. En kunnen we een goede rol spelen voor de motor hier. Dankjewel. Ik denk dat we richting afsluiten gaan. En willen jullie als laatste vraag stellen, wanneer is het Science Park af? Ja, dan moeten we alle drie, die hebben we van tevoren over gehad. Dat vinden wij persoonlijk de leukste vraag. Want het suggereert een beetje dat je duidelijkheid wil. Hè? Je bent ooit begonnen met een Science Park. Je noemde WTCW, Kenniscentrum Watergraafsmeer. Dat was eind jaren 80. Toen werd het ergens in de jaren 90 werd het Science Park Amsterdam. En nu is het Amsterdam Science Park. Ja, het is natuurlijk gewoon nooit af. Het is fysiek nooit af. Ook al zou elke vierkante meter benut zijn, dan begin je gewoon weer de gebouwen te transformeren. 10 jaar geleden was men nog eigenlijk niet erg bezig met start-ups. Nu bouwen we hierachter Startup Village van afgedankte zeecontainers. Voor een heel spannende community gebouwd. Met zo'n 110 werkplekken voor start-ups. Nou, dat is een heel nieuw initiatief. Ik denk dat het echt heel erg noodzakelijk is dat nou snel een congres-hotelcentrum hier komt. Achter de UvA of voor de UvA. Dat maakt niet uit, zodat we ook heel veel publiek kunnen trekken en kunnen vertellen wat er hier maar voor schitterende dingen gebeuren. Maar het is ook inhoudelijk nooit af, want we blijven ons natuurlijk ontwikkelen. Nou, ik zou nog even een parallel willen trekken. Ik denk dat het Science Park eigenlijk net zo oud is als jullie, zeg maar. Hè? Dus we zijn een beetje op de grens van volwassenheid. En we weten nu een beetje wat we willen worden, hoe we eruit willen zien. En ik zou dus als tegenvraag willen stellen, wanneer denk je zelf dat je af bent? Ja, ik ga deze vraag fundamenteel benaderen. Je moet helemaal niet streven naar af, want af is saai. De kracht van een Science Park is dat het niet af is en hopelijk ook nooit afkomt, maar dat het altijd dynamisch blijft. Mooi, dank jullie wel. Dan, voordat we gaan afsluiten en onze sprekers gaan bedanken, nog een paar korte afsluitende mededelingen. Mocht je dit willen terugkijken, dan kan dat via www.betabreak.nl. De volgende Beta Break is op maandag 10 oktober. Dus niet zoals je gewend bent op een woensdag, maar op een maandag.
op de dag van de duurzaamheid. En we gaan het dan onder andere hebben over stadstuinbouw en Anna's Ruigte. Wij zoeken ook nog als commissie nieuwe leden. Dus lijkt het je leuk om ons te helpen en mee te doen. De deadline daarvoor is 14 oktober door een mailtje te sturen naar redactie@betabreak.nl. En dan gaan we nu afsluiten, denk ik, door een groot applaus voor Leo Leduc, Mirjam Leloe en Marinus Wisselink. Dankjewel.